Alopecia of haarverlies is vandaag wijdverspreid. Mensen associëren het nogal dikwijls met een ziekte, maar het is ook en vooral een erfelijke aandoening. We zien dat in die erfelijke, die genetische vorm, dat toch tot 80% van alle mannen en 50% van alle vrouwen vroeg of laat worden geconfronteerd met een haaruitdunning of haarverlies. Ondanks dat er dus heel wat mensen hiermee kampen, rust er een zwaar taboe op. Schaamte, denk ik, vooral. Veel mensen met alopecia, en dat heb ik ook nog gehad, voelen zich echt alleen en weten niet dat er echt nog veel mensen zijn die dat ook hebben, alopecia eigenlijk. Toch echt wel, ze zijn er beschaamd in. Er zijn bijvoorbeeld patiënten die interesse toonden in het evenement, maar die uiteindelijk niet zijn gekomen, net omdat ze de stap echt nog te groot vinden om samen te komen met lotgenoten. Om dat taboe te doorbreken, organiseert Vageren en de VG2 Haarwensen op zaterdag 16 november het event Less Hair, We Care. Een nationale samenkomst voor mensen die kampen met haarverlies of alopecia. De impact op de persoon die alopecia heeft is veel groter dan de meeste mensen eigenlijk beseffen. En wij wouden dan graag samenwerken om het luik medicatie en behandeling eigenlijk te koppelen aan het tweede heel belangrijke luik in het kader van behandeling van een patiënt helemaal. Het goed voelen, het welzijn van de patiënt, zich sterk genoeg voelen. Samen kan je meer dan alleen. Het event Less Hair, We Care wil dan ook vooral moed geven en het probleem bespreekbaar maken. Het is wie ik ben en ik kan er niks aan veranderen. De mensen rondom mij, die moeten mij maar accepteren zoals ik ben. En ik vind het belangrijk dat je jezelf accepteert en je goed voelt in je vel. Als ik zelf aan mensen vertel van ik heb alopecia, doe ik dat op een zo normaal mogelijke manier. Want voor mij is dat ook normaal. En als dat voor mij normaal is, waarom zou dat voor hen dan niet normaal zijn? En als je er op die manier over praat, dan maakt niemand daar een probleem van. En dan is dat voor iedereen gewoon van, ah ja, juist, je hebt geen haar. En dan maken we daar ook grapjes over. En dat zijn echt de dingen, daarvoor moet je het doen. Want en mensen moeten ook snappen bij mij dat dat mag, dat dat kan. En ik trek een foto en ik zeg, oh nee, mijn haar staat daar niet op en iemand anders reageert mij. Probeer dat eens zonder anders. Die heeft dat en oh ja, ik denk daar ook zo over en ik vind dat ook. En je kunt elkaar ook helpen, je kunt elkaar tips geven. Ik vind dat wel, ik vind echt wel goed dat hier zo is. Wij weten eigenlijk uit ervaring dat toch wel mensen die hetzelfde meemaken, lotgenoten zeg maar, dat die elkaar heel veel steun en tips kunnen geven. En dat wouden wij toch wel vandaag samenbrengen met in de voormiddag het informatieve gedeelte, meer over de behandelingen en wat is alopecia zelf. En in de namiddag dan meer het ondersteunende in de verschillende workshops die we gaan organiseren nu. Een uniek moment tijdens deze workshops was de live haardonatie. Veel kinderen die kampen met alopecia zouden er alles voor over hebben om weer met een volle haardos door het leven te kunnen. De VZW Haarwensen zorgt hiervoor en draagt de kosten ervan. Een haarstuk met echt haar is zeer mooi, maar ook heel duur. Zo kon Annick de Jager, voorzitter van de VZW, al tientallen kinderen helpen. Maar er waren natuurlijk nog andere activiteiten. Jezelf schminken of zelfs een heuse fotoshoot doen, het kan allemaal tijdens de verschillende workshops. Maar je kan ook even op consultatie bij een arts-specialist of een DNA-trichotest laten doen. Wij hebben een DNA-test, dus trichotest, die eigenlijk kan gaan bepalen of een medicatie werkzaam zal zijn voor iemand of niet en welke dosis dat daarvoor nodig is. Dan kunnen wij eigenlijk die medicatie die daaruit komt gaan verwerken in een van onze basissen die wij daarvoor op de markt hebben gebracht, die dus eigenlijk op zich al een aanvullende behandeling kan zijn. Dus te zeggen, die werkt ook haargroei stimulerend, die werkt ook op het sebum van de hoofdhuid, dus die gaat echt een extra werking gaan toevoegen aan het actief bestanddeel dat er wordt in samengesteld, dus bereid door een apotheker dan. Ik was toch wel even stil van alles wat ik hoorde. Maar omgekeerd zien we ook het hoopvolle, de inspanningen die ook vanuit de farmaceutische industrie, zoals Fago, worden geleverd. De inspanningen die er zijn vanuit de onderzoeken, komen ze nu van Amerika of komen ze van ergens anders. Er is hoop en er wordt gewerkt aan oplossingen.